Goeiedag, beste leerlingen van 3TSO en 4TSO. Alvorens we starten met de eerste digitale geschiedenislessen, is het belangrijk dat we eerst enkele afspraken afspreken. Vandaar ook deze PowerPoint en dit eerste filmpje. Je vindt deze PowerPoint ook op Smart School. Zo goed als alles staat er duidelijk in uitgeschreven. Mocht je toch nog twijfelen, kan je het daar gaan nalezen. En anders hoor je het nu ook van mij. Laten we eens kijken. De structuur van de digitale lessen. Aan het begin van de week krijgen jullie eerst een filmpje, net zoals dit, waarin de uitleg wordt gegeven rond de les. Het doel is dat jullie de cursus kunnen aanvullen met wat ik zeg en wat er ook in de cursus staat, en dat jullie eventuele taken kunnen maken. Op het einde van de week, op een voorafgesproken moment, volgt er een live sessie voor eventuele vragen. Waar krijgen jullie punten op? Waarschijnlijk de belangrijkste slide. De cursusgedeeltes zullen op Smart School staan. Ik ga dus telkens de hoofdstukken uit het document halen en ga ik uploaden. Jullie hebben die ook op papier, normaal gezien thuis, maar ik kan ze dus op die manier digitaal invullen. Je gaat tegen het einde van de week, tegen zondagavond ongeveer, ga je die ingevuld uploaden. Mag natuurlijk ook vroeger. In het geval dat bepaalde zaken al ingevuld waren, omdat ik natuurlijk ergens moet inpikken waar we gestopt zijn voor de coronacrisis, dan vul je dat gewoon opnieuw in. Dat maakt niet zoveel uit. Laat wel geen zaken leeg. Het kan ook zijn dat er zo goed als niks ingevuld moet worden. Dan moet je dus ook niks uploaden. Maar ik specificeer dat in de lessen die daarna volgen. Je krijgt punten voor het uploaden van je ingevulde cursus. Maar je verbetert deze ook zelf. Ik ga gewoon nakijken dat je dat degelijk en goed hebt ingevuld. Maar de verbetersleutel komt de week nadien online. Tenzij ik het anders specifieer, want dan wordt je cursus een taak. Taken kunnen op twee manieren gegeven worden. Je kan taken via boekwidgets op Smart School vinden. Dan zal je zien dat er een mapje oefeningen staat. Als je naar geschiedenis derde jaar of vierde jaar gaat, zal je zien dat er oefeningen online staan. Daar zullen oefeningen verschijnen die jullie digitaal kunnen maken. Vergeet daarbij wel niet dat je hier punten op krijgt en dat je die oefeningen moet verzenden. Meestal krijg je op het einde van zo'n oefening de knop verzenden te zien, waar je dus moeilijk naast kan kijken. Maar het kan ook gebeuren dat je rechtsboven op een envelopje moet klikken als die knop niet verschijnt. Vergeet dat niet te doen of het is automatisch nul. Of taken worden op Smart School gezet waar je ze kan downloaden, digitaal invullen en nadien terug uploaden. Probeer het maken van foto's zoveel mogelijk te vermijden, want het zijn vaak slechte foto's en heel slecht leesbaar. Nog enkele tips om af te sluiten. Stel tijdig vragen en wacht niet tot het laatste moment. Ik ben steeds ter beschikking via mail en ik kan ook altijd sneller een live sessie doen. Herbekijk zo vaak als nodig. Of maak gebruik. Herbekijk dit filmpje zo vaak als nodig. Of maak gebruik van het internet. Wikipedia is bijna altijd, als het op geschiedkundige zaken aankomt, een goede bron. Maar er zijn ook heel wat andere webpagina's. Lees altijd de cursus goed door. Niet alles wat in de cursus staat, wordt rechtstreeks verteld. Dus zorg ook dat je ook kijkt wat er daar staat. Zodoende heb je alle informatie en vult alles elkaar mooi aan. Je taken worden rechtstreeks verbeterd in de uploadzone of via boekwidgets. Daar staat een klein foutje, daar moest nog een D staan. Ga daar kijken voor je fouten en feedback. Ook dat lever ik er altijd bij. En natuurlijk helemaal op het einde, klakkeloos overschrijven van elkaar levert altijd een nul op. Enkele van jullie zijn het al tegengekomen doorheen het jaar of nu met de voorbije taken. Doe dat niet, want het valt bijna altijd enorm hard op. Veel succes en tot maandag met het eerste oefenfilmpje. Veel succes!